2018, we got this, man. We ready, man. 2018, we chappen nog steeds die paprika's, we zijn nog steeds met Kelvin, what's good man? En ik heb nog iets, en dat moet ik even laten zien. Otje, ga jullie wat laten zien, namelijk hoe fucking intens groot Otje in één keer is, what's good, you know? Welkom in 2018, het is een feest, we gaan er weer wat moois van maken, of niet dan? Niet dan? Of niet dan? Kijk. Het is 1 januari 2018 is Otje gewoon veranderd, dit is zo'n tiger man. Weet je, de pussy days are over. Pussy days are over, bro. Dus 2018, we hebben Kelsemmer erop zitten. Hey, Kelfam, what's good? Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, doe dat dan sowieso. Abonneer je op mijn kanaal, volg me op Instagram. Let's go, man. Ik was in november hyped voor Kelsemmer. Ik was in december hyped voor de laatste video, want die was nice. Je kan niet haten op het beste jaar ooit. Hey. En vandaag ben ik hyped voor 2018. Ik weet niet precies waarom. Ik heb ook niet echt een plan of zo van wat er vandaag gaat gebeuren en morgen en dit hele jaar. Maar hey. Hey, maar Kelvin, hoe is het nou met jou dan? Gaat goed? Nou, wat leuk dat je het vraagt. Hey. Ja, ik vind altijd fijn dat Kelvin hem gewoon even bezorgd is over of het wel goed met me gaat of niet. Gelukkig kan ik nog steeds praten en ademen. Dat is hartstikke makkelijk. Want als ik niet meer adem, dan is het eigenlijk... Ik ben nog steeds Calvin, ik zat nog steeds die paprika's, ik draag nog steeds die speelgoedhorloges, geen Carswatch meer, we leveled up man, we leveled up. Carswatch heb ik nog steeds, weet je, ik kan hem gewoon soms dragen of niet, maar we hebben de, we got number 2 man, we got the Frozen Watch. Moet ik je niet bij vertellen dat ik zelf stiekem dit ding heb gekocht en toen onder de kerstboom heb gelegd, maar het is echt een van de meest zielige dingen die je kan doen, zelf een cadeau kopen en hem dan onder de kerstboom leggen, tenzij je een moeder bent, maar ik ben geen moeder. Oh, scoop! In ieder geval, ik ben nog steeds wie ik altijd was. We hebben nog steeds 600.000 abonnees. What's good, Kelfam? Niet eens 650.000. I don't even know. Op het moment dat ik dit film, hebben wij 646.129.000 abonnees. Hey, what's good? What's good? Als je even bepaalde mathematische statistieken toepast op deze rekensom en je zegt dat je bij je abonnees ook je Instagram volgers optelt, heb je zomaar 1 miljoen family members. Hey, what's good? We zijn nu al miljonair, man. Mocht je nou helemaal niks hebben meegekregen van Kelsemmer, dat kan ik me niet voorstellen, want we waren overal, hè. Iedereen, iedereen overal, al die video's, trending, dit ding, dat, ja. Oh ja, mocht je trouwens afvragen of dit horloge ook... Ja hoor, ja hoor. Ik heb voor het eerst wel even iets mogen meemaken, namelijk dat ik gewoon iets uitbracht, iets gemaakt heb. The hype was real, man. Nu al miljonair. Het was een liedje waarin ik ging doen alsof ik miljonair was. Maar uiteindelijk ging het om het feit dat Noah dacht dat hij miljonair was. Maar dat was omdat we miljoen views hadden. Mochten mensen nou nog steeds niet snappen waar het hele liedje op slaat, dan ga ik zal je even uitleggen hoe dat dan precies werkt. Noah is een 10-jarige jongen, die heeft me ooit geroast. En die roast is niet al te geweldig. Dus toen heb ik samen met hem een diss track gemaakt over mij. En dat was fantastisch. En die is een miljoen keer bekeken. En daar is een vervolg op gemaakt. Namelijk nu al miljonair. Waarin hij denkt dat hij miljonair is. En ik ga dan zeggen: nee, je bent niet miljonair. Maar hij denkt het wel. En dan uiteindelijk is hij wel miljonair, want hij heeft in bitcoins geïnvesteerd. Ik had nooit durven dromen, Kelvin, dat we zo snel bijna 3 miljoen views zouden hebben. Hey, jullie hebben het mogelijk gemaakt, hè. Ik zeg het eerlijk, jullie hebben het gewoon gedaan. Ik maak alleen iets, jullie checken het allemaal massaal. Dus eigenlijk zijn jullie de winnaars van vandaag. Heel even tussendoor, mocht je me willen boeken, ik ben op rapper nu, dat kan. Mail dan even naar het onderstaande e-mailadres. mail@yourboycalvin.rap. En dan zorgen we ervoor dat we een feestje bouwen in je club, man. Let's go. Fix even wat bottles, man. We gaan bang bang. Oh. Het meest fascinerende van het hele verhaal vond ik dat als je nu zoekt op nu al miljonair, dat je gewoon allemaal dingen krijgt. Gewoon allemaal mensen die shit hebben gedaan, mensen die erop reageren, mensen die gaan versnellen. Ik snap niet waarom je dat zou doen. Maar mij leek het leuk om eventjes naar wat van zulke soort video's te kijken en te kijken wat zijn we. Ja, ik weet niet eens precies waarom. Het leek me gewoon grappig. We gaan gewoon kijken. Deze video is van Wolf Siem. Wolf Siem, als je kijkt, was good. Nu heb ik Noah van het is gelukt. Mensen, nu komt het refrein van ik ben nu al miljonair. Sensatie, man. Hij hypt het wel op. Ik moet eerlijk zeggen, hij hypt het op, mensen. Hey, dames en heren, daar komt ie. Het refrein in 3, 2, 3. Wolf Siem, I love you, man. Wow, dikke bokter. Dit is zo'n vette track. Ik versta niet eens wat hij zegt. Ik moet eerlijk zeggen, het is wel een knappe jonge gast. Kijk, dan ga ik je eerlijk tellen. Gewoon een groen muurtje. Ik snap niet precies waarom, maar groene muren zijn lelijk. Maar elke boy had vroeger een groene muur in zijn kamer. Maar dat neemt niet weg. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Wow, dikke boktor. Dikke boktor? Oh, it's fighter. Dikke... Dit is echt overduidelijk een soort internet joke die ik niet heb meegekregen. Oké, okay. Ik voel me wel een beetje zo'n bejaarde die dan op dingen gaat reageren. Letterlijk, dat ik nu echt zoiets zie en denk, hey, ik snap deze, dit jongere taaltje, snap ik niet helemaal. Oké, dit had ik niet verwacht van Calvin. Hey, laat ik je één ding vertellen, Calvin is altijd onvoorspelbaar, man. Je denkt, ik ga links, ik ga rechts, nee, ik ga achteruit, man. Hij bedoelt waarschijnlijk dat hij, hoe heet het, neefje...
volgens mij. Noah is niet mijn neefje, het is gewoon een random guy. Oké, we gaan verder luisteren. Mama, papa, ik ben rijk nu. Ik voel me waard, holy shit. Wow, dikke stacks. Ik vind het fantastisch. Wolfsiem, ik laat het gewoon even hierbij. Ik ga alleen twee dingen tegen je zeggen. Namelijk, één, doe gewoon gek, want je bent al normaal genoeg. Dus ik ga je accepteren om wie je bent. En twee, ik kan niet haten. Ik kan gewoon niet haten op jou. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe het dan sowieso. Join de Calfam. Dan maak je kans op een gratis lange vlucht over de zee naar de zee. Calvin is nu al miljonair van Djalla. Daniel Aouwe. I know this guy. Mama, papa, tuurlijk. Kijk even naar zijn sprong. Dat is de Calvin, hoe de fuck spring jij? Calvin, hoe de fuck spring? Ik zal je even laten zien hoe ik fucking spring, vriend. Kleine jongen van... Trouwens, boeken om workshops te geven voor de meest perfecte sprong. Mail dan eventjes je naam en je leeftijd en je adres naar workshopmenu@spring.hoog. En dan zorgen we ervoor dat het allemaal, ja. Had hij nou echt een Rolex om? Hij heeft een Rolex om. Oké, dat is best wel hard. Hé, papies. Weet je nog trouwens dat ik die video maakte met Maan waarin ze een paprika gewoon papi noemde? Hé, papi was good. Maar hey papi, besef, het was een echte Rolex. Ik had hem van iemand geleend en hij is ongeveer 10.000 euro of zo. Dus ik zei ze van, hey, kan ik je Rolex anders lenen? Want ik maak die videoclip, bla 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 bla. Toen zei hij, ja joh, is goed, maar moet je wel eens gaan ademen? Toen dacht ik, oh ja, dat moet ik inderdaad doen. Maar ja, dat doe ik nooit, want ze... Shit, nu! Hé, Noah, je moet even... Wow, wat? Heeft hij nou, nam hij nou echt een drankje van die fucking sigaar? Ja, ik heb inderdaad een 10-jarig kind een sigaar laten roken. Hartstikke goed, ja. Dat is zo ben ik. Nee, grap, het was gewoon van een feestwinkel. En het kost zeg maar 99 cent. En dan komt er ook nog een beetje zo... Yo, bedankt voor deze reactie. Ik heb ook gezien dat je gemiddeld ongeveer 500 views haalt per video. Maar nu in één keer op nu een miljonair reactie heb je 8000. Dus hé, eigenlijk zou je mij dankbaar moeten zijn. Graag gedaan, weet je. Graag gedaan. Love you. We komen nu even aan bij een heel raar hoofdstuk. Versnelde varianten van wat ik heb... Het is echt raar. Koude raar. Nu al miljonair, 6 keer versneld. Ik snap dus niet waarom dit vet is. Fucking 6000 keer bekeken is. Oké, 5,5. Maar alsnog, het hoogtepunt van dit hele gezeik namelijk... Calvin nu al miljonair, maar lees de beschrijving. Oh man, de spanning is hier man. Wat gaat er gebeuren man? I don't even know. Dus dan scroll je dus naar de beschrijving en dan lees je het volgende. Nu al miljonair, maar bij elke miljoen en miljonair... worden alle vorige miljoenen en miljonairs weer afgespeeld. En wie had dit nog zeg maar nodig in zijn leven? Attie gaat reageren op nu al miljonair van Calvin. Let's go, Attie. Attie ziet eruit als een hartstikke verantwoordelijke gast. Met je PS4 op je kast. Hé, ik zei toch dat ik die rapper was? Elke keer als ik het liedje hoor, dan ga ik weer spelen. Dat is nice, man. Deze beat niet normaal. In Mixpack, shout-out. Ik snap dus niet als mensen reactievideo's maken. Het enige wat ze doen is gewoon kijken. Gewoon kijken naar het liedje. Verder niks. Dan is er zeg maar niks leuks aan een reactievideo. Dan zie je alleen een hoofd van iemand. Ik weet dat het autotune is, maar die stem is zo irritant. Als het echt irritant was geweest, hadden 2,8 miljoen mensen het niet gekeken, vriend. No offense, ik heb er niks op tegen. Ja, het is een klein jongetje, weet ik, maar zijn stem wordt echt een piepstem hierdoor. En dat irriteert, zeg maar, die toner van irriteert. Voor de rest, ik vind het wel een leuk liedje. Ik kan niet haten op deze gast. Oké, hij heeft gewoon een fair point. Als het een beetje aardig in je oor klinkt, prima. Oké, no offense. Deze gast in hoofd. Hij denkt echt, what is this? What are these white people doing? Wahet, holy shit. Voor mijn wahet, niet wahet. Hé, hey, mijn vriend, dat is de hele joke. Zit daarin. Het feit dat een white boy van 10 niet wahet zegt, maar wahet. Ik voel me wahet, holy shit. Waarom snap je niet hoe comedy werkt? Eerlijk, ik vind het gewoon raar als mensen niet begrijpen hoe comedy werkt. Je moet dat gewoon kunnen accepteren. Oké, Attie, bedankt voor je reactie. Ik vind het hartstikke prettig dat je de tijd hebt genomen om even te reageren op mijn liedje Nu al miljonair. Ik ga je even een beoordeling geven. Ik geef jou wahet reet. En dan ben ik nu extreem benieuwd van wat Marcus, YouTube recensent van Nederland. Ik ga reageren op de nummer 1 trending video op dit moment in Nederland. En het is een video zo te zien van Calvin, die we allemaal wel kennen van Cinemates. Die we allemaal wel kennen van Cinemates. Oké, Marcus, bedankt voor deze introductie. Ik kan alleen maar zeggen, hartstikke puik kadertje om je scherm. Kan niet haten, kan niet haten. Kleine jongen van het platteland. Ik had geen money op de moneybank. Dat is heel...
heel slecht gerapt. Ik weet niet, dit is een zware autotune. Het is echt zo ontzettend, het klinkt echt voor geen meter. Bagger, bagger, shit. Marcus, ik dacht dat we homies waren. Wacht even, nu gaat hij helemaal de verkeerde kant op, hè? Zit er nog een of ander kind in die ook nog denkt dat hij de kan hebben of zo? Dat meen je toch niet? Nou, ik ga hem zo afzetten, hoor, die video. Dan gaan we nog even kijken wat hier gaat gebeuren. Zet hem dan af, joh, mafkees. Doe maar niet zo stoer te praten over dat je het gaat doen. Zet hem gewoon uit, het is klaar dan, oké? Okay? Dit is echt heel, heel maf. Het is gewoon echt buiten proporties. Ja. Dit is heel maf. Het is gewoon buiten proporties. Nou, je hebt wel die goede terminologie, man. I like it, man. It's good. Nou, ik kan hier niet naar luisteren. Ik vind dit... En nog zo'n hele knappe vrouw in beeld zetten om nog meer kijkers te trekken met zulke tieten. Ja, dan snap ik ook wel dat je kijkers krijgt. 600.000 views. Nee. 600.000 is 2,8 miljoen, vriend. Ik wil niet haat of zo, maar... ja, check your fact, dude. Nee. En dan nog zo'n kind dat niet kan rappen. Kijk, Calvin is verder een hele aardige gozer, hoor. Daar gaat het niet om, jongens. Hoezo kun je zeggen dat ik aardig ben? Je weet niet eens wie ik ben. Straks ben ik fucking onaardig. Nee, ik duld geen tegenspraak. Absurd. Dit is gewoon slecht. Dit is geen kwaliteit. Zie, vriend. Ik had een Ferrari, man. Ik had die vrouwen. Ik had die flessen champagne. Oké, dit is mijn mening. Doe ermee wat je wilt. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Doei. Marcus los, ik heb zo'n fuck aan mijn best gedaan op deze video. Ik heb zo mijn best gedaan op deze video en dan had ik dus...